De Bokstelse Modelvliegtuigclub viert vandaag in Lennisheuvel haar 60-jarig jubileum. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Vandaag is het eigenlijk 60-jarig jubileum. Dat klopt, 60 jaar geleden begonnen, 1963. Ja. En in 2013, 50 jaar. En nou 60 jaar terugkijken, mooie evenementen gehad al die jaren. Mooie club, gedreven mensen. En vasthoudende mensen, heel weinig verloop. Gezellige mensen. Maar we willen graag jong bloed. Ja, die zijn er heel weinig. Op dit moment hebben we één jeugdlid die het aan het leren is. Ja. En dat gebeurt er met een leraar-leerling zender, dus twee zenders met een kabeltje, waarbij de leraar in kan grijpen. Ik ben hier om met mijn man lid te zijn van de Modelvliegclub, al 57 jaar. Zo. En vliegt zelf ook. Heel leuk. En ja, het is gewoon een superleuke hobby. Het is heel mooi om te zien en ze gaan zo snel. En ja. En doe je zelf ook iets? Nee. Zou je dat wel willen? Ja. Wat zou je dan willen? Zo'n troon of zo'n lang vliegtuig. Ja, je vader staat naast je. Ja. Even lief aankijken zeg. Wie weet. Drone hebben we al, hè? Een kleine drone was niet te vergelijken met dit. Dit is wel veel gaver om te zien. Is mooi dit, hè? Ja, dit is super leuk om te zien. Even terug naar de oprichting, 60 jaar geleden. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Iemand met een vliegtuigje of 20 man met een vliegtuigje? Ja. Nou, in de toptijd waren er wel 50, 60 leden. En dat halen we nou nog net de helft, zeg maar. Dus dat is het verschil. Het was brandstof allemaal brandstofmotoren. Terwijl we nu tegenwoordig allemaal elektrische motoren hebben. Ze zijn begonnen heel vroeg, gewoon op de Capinas Heide. Nou niet meer voor te stellen, maar gewoon een paar mensen die vliegen leuk vonden en die een zweventje oplieten. En dat ding kwam automatisch omlaag cirkelen. En er zijn er ook wel bij die hem nooit meer teruggezien hebben. Ja. Maar dat was het toen, pionieren. Dit is de? Messerschmitt 109. Dat is eigenlijk, ja, maar ik wou zeggen, het mooiste vliegtuig vandaag. Of het bijzonderste. Dat wel, ja. Want zoals je nou bij staat, is iets minder mooi. Ja, want wat is er gebeurd? We zijn te laat, hè? Ja, had je eerder moeten komen. Het opstijgen gaat goed, het vliegen gaat goed. De landen ging iets minder en vandaar dit resultaat. Dus hij kwam op zijn neus terecht. Je ziet het ook aan de propeller die kapot is en de neuskap die er normaal voor op hoort te zitten. En wat minder zichtbare schade is bijvoorbeeld het kielvlak hier op het richtingsroer. Ja. Kan je vertellen waar je mee bezig bent? Sturen. Ja. En zeker met deze wind is het gewoon heel veel sturen. Ja, het is best veel wind, hè? Het is best veel wind en dan gaat je toch een beetje alle kanten op. Dus je moet blijven corrigeren. Ja. Het zijn maar heel kleine beetjes telkens. Maar het is net genoeg om recht te houden als het ware. Tegenwoordig zijn het met moderne accu's. De lipo-accu's, eigenlijk accu's voortgekomen uit de laptops en dergelijke. Ja, heb je meer vermogen dan een brandstofmotor? Ja? Ja. Dus niet zo dat je terug verlangt naar de ouderwetse brandstofmotor? Beetje wel, maar het is meer vanwege het geluid. Veilig achter het hek? Nou ja, dat denk ik. Ik heb wel vertrouwen in hun, hoor. Ja? Ja, dat is mijn zoon. Aha. Ja, natuurlijk heb je er vertrouwen in. Ja, toch? Ja. Leuk dat je dit doet, toch? Heel leuk. Ja, als jullie dit mooie evenement zien vandaag, schroom niet om een keer te komen kijken bij ons. We zijn op zondagochtend altijd aanwezig, vanaf 10 tot 12. En secretariaat kunnen ze zien op de website. Dan weet jij website, ja, hè? Ja, ja. We hebben een agenda op de website staan, waarop staat iedereen die wil gaan vliegen. Die vult daar zijn naam in met de tijd. En dan kun je precies zien wanneer er iemand is. Er zijn een aantal vrouwelijke leden bij clubs in de landen, maar die zijn inderdaad heel weinig. Ja, jammer genoeg. Wij hebben er geen. Nee. Dus vandaar ook deze oproep. Dames, schroom niet. Kom bij ons, join de club.